Ja, ik kan er niks aan doen. Maar ik lag gisteravond al in bed. In Tilburg was dat niet het geval. Daar hoorden fans voor de eerste keer dit nummer live. Europa. Deze clip die kennen we inmiddels. Hè. Sommigen zullen denken, daar is hij weer. Hoe lekker als je toch tot het selecte gezelschap behoorde... die dus dit lied voor de eerste keer in levende lijven kon aanschouwen. Gisteravond, poppodium 013 in Tilburg. Maar telefoons waren ten strengste verboden. We moeten het dus hebben met de recensies van aanwezigen. Laten we daar maar eens naar kijken. Annelies, die vond het echt geweldig. Zo de u, zegt ze er zelfs bij. Die gast die brengt feest, harmonie en liefde in één. Eurovision, here's your winner, zegt ze. En Katja, die baalde dat de telefoon niet mee naar binnen mocht. Dus die, ja, dan maakte ze maar wat foto's van de merchandise daarna. Songfestivalkenner G.J. Kooijman, die was er ook bij. Die heeft zelfs een Songfestival-t-shirt nog aan, zie ik. G.J., geen telefoons, dus we moeten het met jouw verhalen hebben. Van jouw verhalen hebben, vertel. Ja, Europapa was gisteravond niet alleen de allereerste nummer waar Joost mee opende, maar ook waar hij uiteindelijk mee afsloot. Hij heeft zelfs een live videoclip opgenomen, maar wat een energie kwam er vanaf dat podium. Ja, want jij noemt al een videoclip, juist... maar even daarover gesproken. Die telefoons, dat die niet mee mochten, is dat omdat er iets geheims is opgenomen? Nou, geheim is het natuurlijk niet meer sinds gisteravond. Maar hij heeft gisteravond een live videoclip van Europapa opgenomen. Met alle fans. En dat was echt één groot feest. En kun je ons wat gaan we daarvan zien? Waar gaat hij die voor gebruiken? Nou, waar je hem voor gaat gebruiken, weten we nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat Joost in één keer midden in de zaal stond... met een hele grote cirkel aan zijn fans om zich heen. Toen ontstond er een flinke moshpit waarin hij uiteindelijk zelfs... boven het publiek werd verheven door zijn fans. Dat is met 10 verschillende camera's opgenomen. En ja, ik denk dat het een live videoclip wordt... ter promotie van het nummer voor heel Europa. Maar wat hij voor de rest nog van plan is bij Joost, weet je het nooit. Nee, en ik zag jou ook nog wat dingen tweeten... onder meer over dat het bijna zonde is... dat we hem bij dat Songfestival maar 3 minuten gaan zien. Wat maakt het zo magisch en wat maakt hem zo'n goede kans hebben volgens jou? Nou, ik denk dat het wat Joost zo magisch maakt... is dat hij een diepere laag poëzie brengt... in op een manier met een muziekstijl die we niet gewend zijn... om op die manier met een diepere laag te zien. Dat gaat hem helpen, niet alleen op het Songfestival... maar ook zijn eerlijkheid, zijn openheid, creativiteit... en het feit dat die jongeren echt gewoon... helemaal aan zich kan binden, zoals ik gisteravond zag gebeuren... denk ik dat Joost echt een hele goede kans maakt om het Songfestival te winnen. Ja, jij hebt er in ieder geval alle vertrouwen in, gezien het t-shirt ook. Dank voor je toelichting op de vroege ochtend, want het zal een latertje zijn geweest. Dank je wel. G.J. Kooijman is dat. Graag gedaan. Ja, leuk. Ja, Helga, wij weten allemaal dat jij al fan bent. Dus ja, ik ben fan. Ja, ik wil heel graag jouw mening hebben, Jean-Paul. Nou ja, ik heb hem meerdere keren live gezien. En vooral wat de deskundige zegt, die diepere laag. Hè? Ja. En ik ben benieuwd of hij dat zeg maar kan omzetten tijdens dat optreden. Hè, want het is nu in het Nederlands. Hè? Mm-hmm. Ik ben benieuwd of hij straks het in het Engels gaat doen. Want dat is ook nog niet helemaal duidelijk. Dus dat is eigenlijk een vraag, heeft hij gisteravond misschien ook in het Engels gedaan? Ja, hè? Nou ja we weten het niet. Er zijn ook geen opnames van, of tenminste... Maar goed, mensen waren erbij, dus dat moet toch naar buiten komen, denk ik. En, Zeker. We gaan naar de sterren, volgens mij. Hè? Ja, van de ene ster gaan we naar de sterren boven in de lucht. Ja,